Ik ben Bart Rijnsma en ik kom uit Grauw. Rij Aatma, 46 jaar en al denk ik een jaar of 36 kampsport. En jullie zijn al die tijd samen hierheen gekomen? Nou, niet de hele tijd, maar wel de laatste 20 jaar. Dat wel. En jullie komen uit Grauw. Dat ligt toch al gevoelig. Dat ligt net tussen Leeuwarden en dat ene beruchte plekje in. Ja. En waarom Cambuur? Ja, het is even een gevoel, maar meer puurder. Ja. Hè, van hier hè, komt van alles. Hè, de mensen om je heen. Het is echt. Hè, er wordt geen toneelspel gespeeld. Het is puur wat men voelt. Het is echt. Schreeuwt men ook. En ja, dat spreekt mij wel aan. Ja, en dat heb je toch bij Heerenveen, is dat toch iets minder. En daar is het gemiddelde publiek is daar ook iets ouder dan hier. En daar is veel minder beleving dan dat je hier hebt. Hier is echt iedereen, met z'n allen, staat er gewoon achter. Is het een soort familiegevoel? Ja, ja. Je komt wel een hoop bekende en een hoop en dezelfde mensen weer tegen, omdat we steeds dezelfde plek hebben. Dus de mensen om je heen en verderop op de tribune die herkennen. Oh, jij roept, ja. Nou, volgend jaar weer verlengen, dan ben je er weer. Ik zei, ja, Cambuur supporter ben je niet voor je lol. Hè? Dat doen we, je moet toch weer het toch gevoel van je moet weer. Hè? Want ja, je wilt ook niet missen. Als je er niet bij bent, je wil erbij zijn. Dus je probeert op alle mogelijke manieren probeer je dan toch te volgen. Via de telefoon, hoe je dat dan ook maar. Maar je wil erbij zijn en dan mis je het gewoon. Dus. Ja, wij worden ook op het dorp ook heel veel op aangesproken. Ja. Hè? Dus wij kunnen het ook niet maken om niet te gaan. Hè? Dus, was je er niet? Dat zijn gewoon de dingen, die maak je gewoon mee. Ja, we hadden ook de pech van, we zetten daar altijd op de eerste rij. Hè? Tijdens die Eredivisie-periode, dat we vrij regelmatig volop in beeld kwamen. Hè? Dus dan worden de volgende dag in het dorp altijd, nou, daar stonden ze weer aanstellen. Ja, dat waren wel leuke dingen. Hè? Iedereen kent ons ook in het dorp hè? Van als de Cambuur supporter. Ja. Als ik een keer weer met Cambuur is, dan krijgen wij vaak de eerste berichtjes van wat is het? Dat is vaak de eerste. Wat is het dan? Hoe gaat het nou? Oh, weer verloren. Ja, eerste gespreksonderwerp is vaak daar over Cambuur. Hè? Word je meteen weer op aangesproken van nou, ging goed, niet goed. Ook van de andere kant die. Ja, en dit heeft wel zoiets unieks als wij achter dat stadion staan en we drinken een biertje uit een aftans tentje en we moeten pissen tegen zo'n muur aan. En, het is het allemaal niet meer anno 2018, maar het heeft toch wel weer wat. Ja, het is toch wel weer lachen. Echt, dat oude, dat met elkaar, de sfeer, beleving, daar doe je het met z'n allen doe je het voor.